Hoi jongens en meisjes, heel leuk dat jullie kijken. We gaan samen een knutselopdracht maken. En daarvoor mag je even de volgende spulletjes klaar gaan leggen. Een stuk karton. Wc-papier. Stiften of verf. En je hebt nog een schaaltje met water nodig. En waarvoor heb je die nodig? Dat laat ik je zien in dit filmpje wat je precies gaat maken. Maar eerst zie je even wat het gaat worden. Dat ziet er wel mooi uit, hè? Dat gaan we nu dus ook zelf maken. Je mag eerst op het karton een dino gaan tekenen. Ik gebruik daarvoor een stift. Als je het fijner vindt, kun je ook eerst met potlood tekenen en dan met stift eroverheen. Dus je mag eerst een dino gaan tekenen. Dat ga ik ook even doen. Nou. Dit is mijn dino geworden. Wat is nu de bedoeling? Je hebt nu het wc-papier en het bakje met water nodig. Van het wc-papier ga je de velletjes afscheuren en daar ga je propjes van maken. Je kunt kiezen om van één zo'n velletje een prop te maken. Je kunt ook kiezen om het velletje nog weer een keer door te scheuren. Zo. En dan daarvan een propje te maken. Zorg dat je die eventjes in het bakje met water houdt. Dan wordt het nat. Zo. Kijk, en dan is het ook een veel kleiner propje. En dat propje ga je nu op het karton leggen. Nou, ik kies ervoor om dit propje als kop op te plakken. Zie je dat? Ik heb hem nu daar. Nou. Dan ga je het andere stukje, dus je maakt weer een propje, ook in het water. Zo. En die ga ik nu aan het kopje vastleggen. En zorg dat er overal echt papier zit, zodat het ook goed aan elkaar komt. Zo. Kijk. En zo ga je heel de dino vol plakken met nat wc-papier. Probeer er trouwens voor te zorgen dat als je dus aan het plakken bent, dat je probeert om met je papier binnen de lijntjes te blijven van je dino. Want dan zie je straks het beste vorm die je hebt gemaakt. Dus probeer daar ook echt binnen te blijven. Ik zal het even bij die van mij laten zien. Even mijn handen een beetje afdrogen. Zo. Je ziet dat ook zijn pootjes bijna helemaal binnen de lijntjes zitten. Dus probeer dat ook te doen. Zoals jullie zien is mijn dino klaar. En dat is... Het zijn dus allemaal losse stukjes papier, jongens en meisjes. Dus zorg dat je losse propjes hebt en probeer ze klein of groot te maken. Net zo groot als dat nodig is om het passend te maken. Dan volgt nu de volgende stap. Als je verf in huis hebt, is dat eigenlijk wel het fijnste. Want dan kun je nu je dino mooi gaan verven. Ik heb geen verf, dus ik ga proberen of het met stift lukt. En ik ga eerst eventjes mijn dino een oogje geven, zodat hij ook iets kan zien. Zo. En ik kies ervoor om mijn dino, om mee te beginnen, een beetje oranje stekels te geven. Ja, stekels. Eigenlijk zijn het niet echt stekels. Oranje strepen eigenlijk op zijn rug. Daar begin ik mee. En ik kan nu niet echt inkleuren zoals je dat op een blaadje kan doen. Maar ik ben eigenlijk aan het deppen. Dus dat betekent dat ik kleine stipjes zet met mijn stift. En zo wordt het één lange streep. Dat werkt het beste als je geen stiften in huis hebt. Dan doe je het dus... Een soort deppend eigenlijk met je stift. Kijk, dan heb ik alvast dit. Dus met stift, het werkt wel, alleen het duurt wat langer. Ik ga zijn voorpoten paars maken deze keer. Kijk. Kijk, en je ziet dus zijn streep op zijn rug. Ik moet de laatste streep nog een beetje opnieuw doen, want die is niet helemaal goed gelukt. Maar ik ga eerst even de rest doen. Zijn staart maak ik donkerbruin. En natuurlijk... hij is nog niet af. Ik wil mijn dino ook nog verder in gaan kleuren. Maar jullie weten nu in ieder geval wat de bedoeling is. Dus het is nu aan jullie.
Zorg dus dat je de spulletjes nodig bij de hand hebt. Zorg dat je een mooie dino zelf probeert te tekenen. En ga hem dan eens met nat papier inplakken. En dan of met verf of met stift ga je hem mooi inkleuren. Wij zijn heel benieuwd naar jullie resultaten. Dus maak er maar een hele mooie foto van en stuur die maar naar je eigen juf. Heel veel succes allemaal!